Ajax speelt één helft tegen de amateurs en één helft als de amateurs. Dikkie Advocaat moet na een jaar eindelijk zijn meerdere erkennen in Vitesse en Roger Schmid blijft roleren. Verder reed de tandem Danilo Czerny een rondje in Venlo, waren Buijs en Poldervaart ouderwets in vorm en rijdt Koopmeiners op 3 fietsen tegelijk. Zoals altijd krijg je antwoord op alle vragen die je niet had. Dus op naar een nieuwe aflevering van de derde helft. Voorin hebben ze 4 Kooiboys. De keuze tussen A of B, maar soms als C het goed doet, kan B naar C en dan kan D weer op A. Zachtere voeten, zo noem ik het altijd tegen mezelf. Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig heb ik geld. Zal ik hem dan toch maar aftrappen als Gijs? Ja, is goed. Luisteraars, Snijboon hier. Niet schrikken jongens, deze week geen Gijs, want die is de verjaardag van zijn vriendin aan het vieren. Dus ja, naast Emme is hij denk ik de verliezer van het weekend wel te noemen. En dan hebben we ook nog de maatregelen van het RIVM, die inhouden dat we niet met heel veel mensen hier mogen zijn. Extra blij ben ik dus dat ik hier word geflankeerd door 2 ongelofelijke sterren. Ik heb 1 voormalig wonderkind en 1 huidig probleemkind heb ik aan tafel. Wat heb jij op je kerfstok, Pepijn? Ik hoop wel dat binnenkort het wonderkind van de derde helft zal worden. Ja, yeah. Dat moet je met Tim onderhandelen, denk ik. Ja. Pepijn Veerman, je bent er weer. Onze vaste invaller. En extra blij dat je er bent vandaag. Nou, ik ook hoor. Wij hebben zelfs al wat meegemaakt vandaag. Ja. Wij hebben met de politie aan de lijn gehangen al. Zeker waar. Ik ben wat wit weggetrokken. Dat is niet van de schrik, dat is nog steeds van de kou hier. Maar het was wel even schrikken. Wat is er gebeurd? Nou, we zitten hier net een beetje voor te bespreken en... Even voor de duidelijkheid, ik was er niet bij. Jij was er niet. Nee, jij was laat vandaag. Als Grand Vedette kom ik later. Vedette neigingen, zei dit. Maar wij zitten hiervoor te bespreken en voor het raam. En onder het raam wordt iemand van zijn fiets afgesleurd. Die wordt helemaal verbouwd. En wordt uiteindelijk met de fiets in zijn gezicht geslagen. Dus toen hebben wij als 2 waakzame burgers snel de politie gebeld. En de voordeur op slot gedaan. En de zak chips erbij gepakt. Nee, het was een heftige... Maar je bent er niet tussen gesprongen? Nee, we zaten boven. Dus we keken naar beneden. Wij keken daarop neer, Tim. Dan is het nu alvast tijd voor het meest ongemakkelijke bruggetje van deze uitzending. We moeten het er toch eventjes over gaan hebben weer. Vorige week was het grote verhaal Quincy Promes opgepakt als verdachte in een misdrijfzaak. Een mistake zou die uitgedeeld hebben. Hij was er weer deze week, opgenomen in de selectie en ook zelfs ingevallen. Pepijn, wat heb je er allemaal van meegekregen deze week? Uiterst merkwaardig. Ik snap niet waarom. Ik vind wel het heel erg goed. In het Nederland is het zo dat totdat je bestraft bent, ben je onschuldig. Dus hij is nu nog verdachte. Dus wat dat betreft kun je hem nog altijd als onschuldig bestempelen. Maar ik snap het echt niet vanuit Ajax gezien waarom je die 2 wedstrijden voor de winterstop, dat je nog per se hem weer bij de selectie. Ik denk dat het echt vooral een statement is om te maken van hij hoort bij de groep en we nemen hem weer op. Maar had die jongen ook even rust gegund? Want die is er nu natuurlijk ook met zijn hoofd niet bij. Dus je ziet hoe hij de afgelopen maanden heeft gevoetbald. Dan kun je stellen dat hij, als hij zijn hoofd er niet helemaal bij heeft, niet heel goed presteert. Dus ik snap het gewoon niet. Hou die jongen in de luwte. Wat ik overigens wel echt te roemen vond, is dat hij voor de camera verscheen en gewoon zijn verhaalde. En dat vond ik, nou ja, verhelderend. Want hij leek ontspannen en hij leek er gewoon open te staan voor vragen. Dus dat was mooi om te zien. Maar ik snap het vanuit Ajax gezien, snap ik het niet. Waarom die nu nog voor die 2 wedstrijden erbij wordt gehaald. Waar ik me vooral over heb verbaasd deze week, is dat er ontstaan dan 2 kampen rondom Promes. Dus... sommige mensen die denken van ja, hij heeft het sowieso gedaan. En andere mensen die zeggen van inderdaad, hij is nu nog onschuldig. En dan gaan ze helemaal de andere kant op. Dus gaan ze helemaal steunen en waardering uit en zo. En dan denk ik, wat is dat voor gelul? Die gozer heeft misschien iets super ergs gedaan. Ja. Dan hoef je toch niet super lief tegen hem te doen. En zeggen, ja, Quincy is een vriend van me en hij verdient het niet. Dat vind ik nou echt gelul. Maar ik zag wel dat je als club hem in bescherming neemt. Maar hou hem dan ook echt in de luwte. Neem hem dan ook in bescherming. En zeg niet van, zolang die niet berecht is, is die onschuldig. Dus nemen we hem gewoon weer op. Ja, ik vond dit eigenlijk wel het ultieme. Je bent inderdaad onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. Dus tot die tijd... hoor je ook gewoon bij de groep. En natuurlijk heeft Ajax het wel echt gedaan. Als nee, Snijboon, hoor je bij de groep. Dus dan behandel je hem gewoon. Mm-hmm. Maar dan ga je hem niet nog een keer prijzen, omdat het zo'n lieve jongen is. Ja, dat vind ik echt gelul. Mm. Ja, maar dat kan toch ook. Kijk, als er iemand in jouw omgeving door iets heftigs heen gaat, of dat nou zoiets is, dan wil je diegene steunen. Ja, maar als het iets heftigs is, mm-hmm, in dit geval, dus stelt dan heeft hij het volledig aan zichzelf te wijten.
Het is niet dat er een familielid van hem... Nee, maar als hij zegt dat hij onschuldig is en jij gelooft dat... dan voel je toch misschien juist... Maar dan is het toch niet zo erg als hij dan deze twee wedstrijden had gemist. Dan had je toch in goed overleg ook met hem kunnen doen. Dan had je toch kunnen zeggen, nou, wij gaan ervan uit dat je het niet hebt gedaan... en we steunen je volledig hierin. Zullen we voor alle aandacht die dit krijgt gewoon even verstandig zijn... en dit over de kerst heen en tellen. Ook voor het niveau van Ajax verstandig zijn. Laat je even 16 wedstrijden nog even buiten slepen. Bij jong Ajax spelen. Jullie zijn het met elkaar eens. Laten we maar doorgaan, want dat zal vast ook snel veranderen als we het over meer dingen gaan hebben. Tim, had nooit verwacht dat ik dit ooit aan je zou vragen of tegen je zou zeggen, maar jij wil graag dat iedereen het NRC gaat lezen. Absoluut. NRC Dagblad, ja, fantastische krant natuurlijk. Deze week kwam het ons ter oren, want wij lezen zelf weinig krant, althans als ik voor mezelf spreek. Die hebben dus een nieuwsbrief, hè, het NRC. Ja, Pep, jij leest het. Jij doet niet anders. Nee, precies. Maar in de nieuwsbrief van het NRC stond het volgende. Oké, het is duidelijk. Jullie willen podcast over voetbal. En daarom heb ik voetbalpodcast-fan Sjoerd Klumpenaar gevraagd om een tip bij deze. Een van de kurken waarop velen in deze coronacrisis drijven, het voetbalseizoen. In de wekelijkse podcast De Derde Helft nemen vaste presentatoren Gijs, Tim en Koen, alias Snijboon, met een wisselende gast het Eredivisieweekend door. Elke zondagavond na de laatste wedstrijd duiken ze de studio in voor deze 45 minuten durende podcast. Precies één helft, waarin alle wedstrijden de revue passeren, wordt gelachen, geanalyseerd en er scherpe opinie. Na twee keer luisteren zing je de flauwe jingles al mee. En dan, Snijboon, ik wil nog heel eventjes een reactie van iemand hierop voorlezen. Mm-hmm. Max Koetsen, die stuurde ons namelijk een Instagram DM over jou, naar aanleiding van dit bericht. Want hij zei, ik geloof dat ze, Snijboon heet Koen. Ik geloof dat zijn bijnaam ooit besproken is, maar voor mij is dit echt de eerste keer dat ik hoor dat hij Koen heet na jaren luisteren. Dat is gruwelijk, hè? Ja, zo heet ik wel. Maar dat zullen de meeste mensen hier niet weten. Misschien maar beter. Maar hou het gewoon bij Snijboon. Ja, tuurlijk. Jongens, we gaan over voetbal praten. Leuk. En we gaan eerst naar Den Haag. Zelden was het verschil tussen de eerste en de tweede helft zo groot. Waar Ajax-ADO in de eerste helft helemaal zoek speelde en makkelijk naar 4-0 uitliep, speelde het na rust alsof er alleen nog maar wisselspelers van Lucky Ajax op het veld stonden. Zelfs ADO in de huidige vorm kon nog 2 doelpunten maken tegen de Amsterdammers. Eindstand 2-4. Pepijn, ik appte jou in de rust. Toen daagde ik je uit om iets positiefs over ADO te zeggen. Nou was de tweede helft wel anders, maar ik ben nog steeds wel benieuwd wat dat positief over ADO is voor jou. Ja, ik ben er heel de zondag uiteindelijk mee bezig geweest om iets te bedenken. Dus dank daarvoor. Dat was 2:30 wedstrijd. Ja, ja. Was net wakker. Nee, maar het enige positieve wat ik uit ADO kan halen is eigenlijk dat als je dus daadwerkelijk de hele identiteit van een club kapot maakt, dat het op het veld er ook niet meer uitziet. Dat is positief. Dat is voor de voetballerij is het positief. Oh, ja, dat je niet zo met de club moet omgaan als ADO heeft gedaan, maar juist je spelers met een beetje identiteit en een beetje clubgevoel en regionale spelers, dat je die moet behouden. Dus dat zou ik willen adviseren aan alle clubs. Anders eindig je zoals dit ADO op het veld staat. Ja, ik vraag je om iets positiefs over ADO te zeggen. En eigenlijk zeg jij, zij doen nu dienst als een soort van de opgehangen crimineel aan de buitenkant van een dorp in de middeleeuwen, zodat de rest van de mensen weet dat ze niet moeten stelen in dat dorp. Precies dat, ja. Nee, maar ja, tweede helft was wel een stukje beter, maar ik vind het wel jammer om te zien. En bij deze wedstrijd is het natuurlijk sowieso jammer dat er geen publiek zit, want dat was buiten de spreekhoor om natuurlijk altijd wel een mooie beladen wedstrijd, dus dat maakt het ook nog eens extra gezapig. Hoeveel procent van Nederland hoopt dat ADO degradeert? Ik denk dat het wel steeds meer wordt. Het zijn ook allemaal namen die je niet 83 kent. Of zo nu? Ja, volgens mij 82. Maurice de Hond even vragen misschien. Bij ADO gaat het niet goed. Maar ik wil toch nog heel even, jij noemde het net al kort, die tweede helft van Ajax. Mm. Ik heb zelden zo'n groot verschil tussen de eerste en de tweede helft gezien. En we hebben al PSV al een paar keer besproken. Precies. Maar dit was echt nog veel en veel erger. Maar ik denk 4-0 in de pocket en dan gewoon het niet op kunnen brengen. Maar ook dan niet meer op het moment dat je dan merkt dat het echt slecht gaat, ook niet meer bij kunnen schakelen. Nee. Want en ze zaten echt vast in die eerste versnelling gewoon in de tweede helft. En dan zeggen mensen vaak, ja, zo'n speler als Tadic bijvoorbeeld, die sleurt er dan lekker aan en die brengt een team, neemt die op sleeptouw. Maar dat vind ik dus gewoon bullshit eigenlijk. Ik vind dat Tadic een team op sleeptouw neemt als het goed gaat. Mm-hmm. Dan zet hij het eronder. Ik vind eigenlijk alleen Huntelaar in de selectie van Ajax die dat echt heeft, die een team wat er doorheen zit, er doorheen kan slepen. En ik denk dat Tadic een soort Huntelaar-rol probeert te vervullen. Maar je merkt als het minder gaat, gaat hij ook, dan doet hij nog wel zijn duimpje omhoog. Maar ondertussen zit hij wel te schreeuwen tegen zijn teamgenoten. En gaat hij met zijn kop lopen hangen. En dan gaat hij zwalbes lopen maken. De gemaakte aanvoerder was hij, heb ik hem al genoemd. Ja, dus hij is niet alleen een gemaakte aanvoerder, maar ook een gemaakte ervaren speler.
Zeker. Nou, maar ik wil hem niet, hij heeft echt zijn waarde wel bewezen voor Ajax. Maar het gaat voetballen nu bij hem niet goed. En dan probeert hij een soort van die leiderrol op te nemen. Maar ik vind hem dat toch niet daar niet geschikt voor. Hey, maar Huntelaar noem je, hè? Ja. Dat is toch die gretige speler? Gozer, wat word ik daar ook moe van. Dat is categorie WK-finale doelpunten. Oh, Guts heeft in de WK-finale gescoord en Huntelaar is gretig. Volgens mij, zeg maar, hoe ouder die wordt, hoe gretiger. Hè? Dus, maar als ik hem dat tweede balletje binnen zie koppen en hem dan weg zie lopen. Maar is nou, Anthony, daar is er maar één woord voor. Dat is een heel. Twee woorden. Nee, maar ik vind het nog wel steeds geniet om te zien. Ja, maar, het is toch ik word heel verdrietig van de onoriginaliteit van de Nederlandse commentatoren die elkaar gewoon napraten. Er zijn er maar een paar die normale woordenschat hebben die ze zelf kiezen. En voor de rest is het alleen maar, jeetje, wat is hij gretig. Jeetje, hij heeft gescoord in de WK-finale. Dat ging over Gutsen trouwens. Ja, leuk. Ja. Nee, dus dat, daar word ik echt heel erg verdrietig van eigenlijk. Maar dan Ajax, het swingt niet, hè? Ja, die eerste helft. Wel. Ja, maar die club, wat er met Promes gebeurt, speelt dat ja, gozer, dat is toch zo moeilijk voor de hele club? Ja, ik heb nog nooit iemand in mijn team of vriendengroep gehad die verdacht wordt van een steekpartij. Maar ik vraag me, ja, of je dat op het veld niet gewoon kan vergeten? Of zou dat echt heel erg doorwerken? Is dat dan binnen de selectie ook al voor de afgelopen weken de verklaring? Ik denk het niet, toch? Nee, want ik geloof niet dat zij het wisten. En het swingt al een tijdje bij vlagen slechts. Hè? Net zoals vandaag de eerste helft en de tweede helft. Maar die eerste helft was wel echt goed, toch? Ja, maar die Champions League uitschakeling is ook gewoon kut, hè? Ja. Ik bedoel, ze hebben ook overal gelezen, ja, je stond 2-0 voor in Bergamo bij Atalanta. Weet je, ze waren ook dit jaar weer zo dichtbij dat magische wat ze elk jaar willen bereiken. En als het dan weer niet lukt en weer in die decembermaand die gewoon kut begint. Ja. Dat is gewoon best wel vervelend, denk ik. Als Ajax wordt het gewoon kruipend naar de winterstop. Ja. En dan zo goed mogelijk klaarmaken. En die januari. Ongelooflijk belangrijke januari. Ja. En over het algemeen kunnen ze zich wel beter optrekken tegen goede tegenstanders. Dus ik heb er wel echt vertrouwen in dat het team het in zich heeft. Ja. Het is wel minder dan de gouden lichting die we hiervoor hebben gehad. Maar ik hoop inderdaad echt dat het weer gewoon het weer de schoen terugkrijgt die het had. Ajax, wie zou er wissel staan bij Lucky Ajax? Want dat zei je in de intro. Nou, ik denk Sjaak Zwart ondertussen toch wel. Nee, is gewoon basis. Ja, dit is gewoon een basis. Nee, tuurlijk. Aanvoerder, basis. Nou, we gaan door naar de volgende wedstrijd, want jullie worden nu ook weer boos op mij. We gaan naar Waalwijk. De eerste helft was RKC weer heerlijk. RKC voetballend uitstekend, maar na twee schoten op goal van PSV stond het keurig 0-2. Onder andere met een heerlijke tweede doelpunt van Iataren in 2 weken. PSV liep daarna gemakkelijk uit naar een volgens Schmid aantrekkelijke 1-4 overwinning op de Waalwijkers. Doelpunten van Gakpo, Madueke en Dumfries maakten er 4 van. Tim, ik zat te kijken en ik ben eigenlijk nu wel benieuwd. Welke van de PSV-talenten vind jij nou dat er echt klaar is voor die volgende stap? Oké, ik heb daar een theorie over. Dat zijn de spelers die de frivoliteiten van zich af hebben gegooid. Dus ik vergelijk het heel veel met Cristiano Ronaldo, hè, die altijd de getrukte buitenspeler was zonder rendement. En dan werd hij een soort voetbalmonster in Madrid die alleen maar op scoren geënt was. En dat vond ik wel interessant om te zien. Minder leuk om naar te kijken, maar ik vind dat een stap naar volwassen worden. Ja. Er is voor mij een aantal spelers, bij PSV die dat in zich hebben. Dat is Gakpo. Die is eigenlijk zo doelgericht voor een jonge buitenspeler. Weinig trucjes, vind ik heel erg leuk. Vind jij van al die spelers Gakpo, is dat de eerste die bij je opkomt dan? Nou, hij gaat nog een heel rijtje. Malen. Oké, ik zal beginnen met de 3 namen. Er zijn 3 spelers die volgens mij klaar zijn voor een stap hogerop. Malen, Gakpo en Dumfries. Ja. Dumfries heeft nooit frivoliteiten gehad, maar die is gewoon zo ontzettend fit en die heeft heel veel longen. Ja. Dus die is klaar voor een volgende stap. 2, dacht ik. Zoiets. Ongeveer 2. En Gakpo en Malen, die zijn zo klinisch. Malen ook. Jij bent fan ook, van Gakpo. Nee, jij bent fan van Malen. Zeker. Ik vind dat gewoon wel echt leuk om te zien. Jonge spelers die gewoon heel effectief zijn. Anwar El Ghazi had dat ooit bij Ajax ook. Maar ja, dat vind ik toch wel onderscheidend hoor, voor dat soort spelers. En ik denk van dat, als ik mijn mening, ik denk Dumfries het verst hoor. Want Malen, ik weet zijn cijfers niet precies. Een stukje ouder, hè? Dumfries 24. Dumfries is wat ouder, zeker. En is mentaal het verst. En dat is een beetje waar hij heeft ook al meerdere clubs al gehad. Ik vind wel dat veel van de jongens daaronder, onder andere ook Gakpo en Malen, nog wel erg jong zijn in hun doen en laten op het veld. Ja. Nou, ik verbaas me echt wel over het scorend vermogen van Gakpo. En ik denk dus dat wat ik net zei over dat je wat klinischer wordt en minder bezighoudt met mooie trucjes en zo. Ik denk dat de waarde van oud
spelers op het trainingsveld dus daar best wel belangrijk in zijn. Omdat die heel snel kunnen zeggen, ja gozer, trucje hartstikke leuk, weet je wel. Ja, maar je moet gewoon scoren. En Gakpo heeft dus gezegd aan het eind, of na de wedstrijd, dat doelpunt wat hij vandaag maakte, met wie hij dat heel vaak heeft getraind. Met Bolo, hè? Met Boudewijn zelf. De beste danser van dat de... Dat zag je er ook wel in terug. Ja, mooi. Ja, nee, maar dat vond ik wel interessant. Ik denk dat dat is wel de waarde van dat soort spelers. Dat ze gewoon zeggen, gozer, het gaat echt om de punten en niet om de hakkies. Ja. Ik wil dat ook nog even hebben over een van de spelers die we net ook al noemden. Scheidsie, moet u niet even gaan kijken? Wat de VAR? Want Denzel Dumfries, die krijgt een penalty en die krijgt één penalty niet. Mm-hmm. De penalty die hij krijgt, komt hij voor zijn man. Die kruipt ervoor, stopt met rennen. Die gozer loopt tegen hem aan en hij krijgt een penalty. Ja. Vind ik absoluut geen penalty. Nee. Die tweede neemt hij een bal breed aan. Loopt voorbij een speler, Paul Kwasten. Die zaagt hem omver en dan krijgt hij geen penalty voor. Ja. Ben ik nou gek of heeft die VAR een soort van Uno reverse card ingezet? Maar die eerste weet ik niet hoor. Het ziet er allemaal zo onbeholpen uit bij Dumfries. Dat doet hij vaker dat hij ervoor komt. Maar ja, als die werd hij geraakt... Ja, maar het is wel een penalty. Hij komt ervoor, hij zit tussen de speler en de bal... En hij zit ertussen en hij wordt geraakt en hij is op snelheid. Ik vind altijd het slechtste moment van de derde helft als we wedstrijdmomenten gaan bespreken. Ja, maar laat ik het dan. In sportsmanship zie ik het een beetje als dat je bij hockey de hele tijd de bal op iemands voet gaat mikken. Ja. Ik heb nooit het zo met dat op zoek gaan naar die momenten. Dat vind ik altijd een beetje lastig. Tim, we kunnen doorgaan als je wil. Ja. Want er is nog één ander ding wat ik namelijk wil bespreken over PSV. Roger Schmidt die rouleert. Ja. Daar hebben we het wel eens over. Ja. Roger Schmidt graag geleerd. Hij heeft een record gebroken. Ja, gefeliciteerd. De cijfers zetten wel zijn stempelkracht bij. Want hij heeft 31 spelers deze jaargang al gebruikt. En het clubrecord van... Het zou jouw weetje kunnen zijn, maar ik neem het gewoon hier even over. het clubrecord van PSV is het gebruik van 31 spelers in een volledig seizoen. En Roger Schmidt is daar in speelronde 13 al aan beland. Dus waar gaat dit eindigen? Het is 31 spelers. Ja. Nu ook weer. Ik moet even zijn naam. Oppegaard. Een Noors talent. Ja, zo'n jongen kun je niet gebruiken. Ja, nou blijkbaar klopt hij net als heel veel anderen. Er wordt op die deur geklopt bij Roger Schmidt de hele tijd. Die heeft geen deur, denk ik. Iedereen loopt gewoon binnen. Helemaal nergens op, toch? Tim, heb jij wel eens 31 spelers in je FM-selectie gehad? Nee, ik zit erover na te denken. Maar wil Roger Schmidt gewoon dan alle gewoon records breken om het records breken of zo? Dat hij gewoon op 60 spelers... Ja, ze hebben wel veel blessures en coronagevallen en dergelijke gehad. Dus het is wat vertekend. En de rest van de Eredivisie niet? Ja, misschien bij een wat extremer. Grim wil heel graag heel veel spelers inzetten. Maar het lukt niet. Ik vind het echt een gods met 31 spelers. Maar goed, we gaan naar Arnhem. Hey, ja, la, oh ja? Wedstrijd van de week. Want daar werd gespeeld. Vitesse Feyenoord eindigt in 1-0. Dick Advocaat is waarschijnlijk wel gewend aan een spelermissen hier en daar. Maar het gemis van Steven Berghuis was dan toch te veel voor de Rotterdammers. Een verdedigend ingesteld Feyenoord gaf een makkelijke goal weg tegen Vitesse. Maar creëerde in principe genoeg om aanspraak te maken op een puntje. Ze scoorden echter niet. Dus zorgde FC Bazoer Tanane ervoor dat Dick Advocaat zijn eerste competitienederlaag in een jaar tijd moest slikken bij Feyenoord. Tim. Zijban. Stel, jij bent psycholoog. Mm. Heel hypothetisch gaan we nu denken. Ja, voor de luisteraars maak je niet druk. Dus hypothetisch. Je krijgt één sessie en je hebt Brian Linssen en Nicola Jurgensen voor je op de bank zitten. Ja. En jij moet ze er weer bovenop helpen. Mm-hmm. Wat doe je? Nou, ik zou eerst nadenken wat het probleem is. En volgens mij is het probleem dat ze geen plezier er meer in hebben. Dat zie ik er niet aan af. Dus wat je dan volgens mij... Wat ik zou doen is een soort reverse psychology. Dus ik zou zeggen, gasten, als jullie het niet meer leuk vinden, je kan er ook gewoon uitstappen. Je kan er gewoon mee kappen. De voetballerij. Nee, je kan er helemaal mee kappen als je wil. Maar je gaat echt gewoon... En dat ze dan gaan denken van... verwarring. En inderdaad, ik heb eigenlijk best wel een leuke baan. Voetbal is eigenlijk best wel leuk. Laat ik weer gewoon even mijn best doen en lekker scoren. Het is gewoon een heel rottig taakje laten doen. Nee, maar Pepijn, hoor je wat zijn aanpak is? Ja, tegen die twee gasten zeggen, je kunt ook zelfmoord plegen. Het is wat voor... Ja, maar dat, ja. En dat ze dan opeens denken, een stapje te ver, maar ze gewoon even een keer een weekje mijn baan te laten doen, bijvoorbeeld. Wat doe jij, Pepijn? Nee, gaan we door. Wat ik niet over heb, hè? Jij doet wat Roald doet, maar dat is minder goed, toch? Ja, precies dat. Maar ik kom wel op tijd. Nee, maar Snijboon, dat... ik denk serieus dat advocaat gewoon weg moet daar. Want ik weet niet, wie kan die gast nog motiveren dan? Er is sprake van. Arne Slot is deze week aangesteld als trainer van Feyenoord voor volgend jaar. Ja. Er gaan wat geruchten dat advocaat nu eigenlijk denkt,
Volgens mij is de rek hier wel redelijk uit. Maar wacht even, kan het ook dat Advocaat nu stopt en Arne Slot begint volgend jaar en dat Advocaat dan interim wordt? Ja. Misschien kunnen ze dan Jansen van AZ nog vragen. Nee, maar er is sprake van dat Slot misschien een half jaar eerder zou beginnen. Er is ook sprake van dat er investeerders in willen stappen. Er staat een hoop te gebeuren. Maar het is eigenlijk ongelooflijk wat je net zegt. Dat ze de eerste nederlaag in een jaar tijd en het sentiment rondom Feyenoord is zo negatief. Ja. Terwijl ze het eigenlijk cijfermatig gezien best wel aardig gedaan hebben. Mm-hmm. Ja. Maar ik... zou Slot dat moeten doen? Want er is volgens mij de geruchten gingen nu dat er 100 miljoen in het vooruitzicht is gesteld door een of andere Amerikaanse investeerder. Wat ik al wel verwacht had. Dat er iets tegenover stond waarom hij van AZ naar Feyenoord zou gaan. Zou die dan in dit team willen stappen voor een half jaar? Wat echt een slippery slope lijkt. Ja, maar Pep, je moet dat wel doen. Want je hebt bij van het legioen heb je dat krediet wel. Voor dat half jaartje, als het slecht gaat, kan je nog verschuilen van ja, maar er zat geen vertrouwen in. En net als dat spelers ook tijd nodig hebben, hij kan dan een half jaar die hele selectie doorlichten. En dan kan je gewoon in juni, kan je gewoon die 100 miljoen heerlijk investeren in precies de spelers die maar je nodig hebt. Maar er blijven natuurlijk nog wel het overgrote deel van die selectie blijft. Dus als je dan een half jaar een heel rottig jaar hebt, er komt frictie in dat team, je krijgt zeik onderling en dan moet je in één keer in juni weer beginnen met een schone lei van dan moet hij misschien een pruik opzetten. Sowieso geen gek idee. Het is gewoon een los. Nee, maar wat het ook is dat je nu dan raak je invested in die selectie die er nu is en dan wordt denk ik harde keuzes maken wordt je alleen maar moeilijker gemaakt omdat je er al een half jaar zit. Als hij in de zomer binnenkomt, wordt het heel makkelijk voor hem om die rotte appels eruit te gooien omdat hij niet al een half jaar met ze gewerkt heeft. Ja, en dan of hij het nou doet of Advocaat het dan voor een half jaar zou doen, dan zou ik zeggen hou gewoon Advocaat tot het einde van het seizoen. Als die, ja, ik weet niet of die zelf op zou willen stappen, ik denk het niet. Maar en dan zou ik als Slot gewoon met de schone leider beginnen in de zomer. Als jij Slot was, zou je wel instappen, Tim? Ja, zou ik wel doen. Maar Slot misschien ook wel, want hij wil graag naar Feyenoord. Dus hij wil misschien zo snel mogelijk. Ja, maar hij heeft al getekend. Dus... Maar hij wil zo snel mogelijk. Hij kan niet wachten. Ja, een soort kind in een snoepwinkel. Ja. Nou, dan neem ik hem nu al niet meer. Gaan we het nog over Vitesse hebben of niet? Wil je het over Vitesse nog even hebben? Ik wil nog wel even één speler uitlichten, ja. Oh, dan moet je even zoeken, jongen. Dit is de oude. Nee. Oh, dat is de oude. Ja. Ja. Ja, ik ben Willy Lee. En gij René. En samen zijn we altijd met z'n twee. We hebben een hele leuke lookalike ingestuurd gekregen van een luisteraar. Shoutout naar Tom van de Busverhalen. Hij op Twitter. Mm-hmm. Het ging om een speler van Vitesse. Ja, Jaike Belfour was dat. En Jaike kan je kennen. Dat is een soort... Ja, wat is zij eigenlijk? Actrice van Celblok H. Van Celblok H zou je er kunnen kennen. Wat is dit? Een soort spel dat ik alles in moet vullen. Ja. Doe jij wel dus. Maar dit is echt een hele leuke lookalike. Dus bekijk hem alsjeblieft op ons Instagram. En bedankt Tom. En mensen kunnen insturen. Ja, wij hebben vandaag dus gewoon wel echt geappt met elkaar. Omdat we echt heel hard moesten lachen om deze lookalike. Zeker. Dus willen jullie ons ook laten lachen? Stuur een lookalike op. Ja. Alsjeblieft. Oké, okay, we gaan door. En knap van Vitesse. Edwin, Tom? Kevin hier, buitenspel. Ik hoor je nu voor half stem, wat is het? Oké, okay, Edwin, buitenspel. Ja, Vitesse hebben we het vaak over gehad. Zal ook vaak nog ter sprake komen. Maar vandaag lag even de focus op Feyenoord. We gaan nu even buiten het veld. Pepijn, wat heb je mee? Ja, ik blijf hem in de hoek van de geweldsdelicten zoeken. Want ik heb hem hier al een keer eerder genoemd. Mijn spitsentrainer bij RBC, die één keer is opkomen dagen als spitsentrainer. Henk Vos, ja. Gladde Henk. Gladde Henk op zijn witte schoentjes. Die heeft dus met zijn witte schoenen een beveiliger op zijn hoofd getrapt. En daarvoor heeft hij, dat was al in 2016, maar hij is deze week berecht. En hij krijgt een taakstraf voor 150 uur. Voor het mishandelen van een beveiliger op festival De Westland Cross in 2016. Dat vind ik... Ja, dat was ook wel een matige editie, was dat. Westland Cross. Is er iets bekend over waarom hij die gozer op zijn kop trapte? Nee, ja, nee. Het is ook een premium artikel, dus ik kan het niet aanlezen. Oh. Een hele andere Henk Vos. Fantastisch. De crisis slaat toe, jongen. Ja. Pepijn, je trekt echt een spoor van vernieling. Trek er achter je aan, hè? Dat beetje. Nee, maar ik vond het wel treurig om... ik heb altijd respect gehad voor de voetballer Henk Vos, maar ik vind dit een treurige bericht om dat te lezen. Dat ben jij niet heel ver afgezakt, relatief. Nee. Nog niet, dat is waar. Pas maar op, wacht maar tot Westland Cross 2021. Ja. Ja. Tim? Snijboon, als ik zeg vuile klootzak, wat zeg jij dan? Dat is Huub Stevens. Zeker. Ja. Niet dat Huub Stevens een vuile klootzak is. Huub Stevens is echt wel precies
echt precies Dick Advocaat. Hij was ook al 6 keer gestopt, hartproblemen, hij wilde niet meer. En Schalke 04 was toch net iets te dicht, lag dat bij zijn hart ook. De trainer, Baum, Marcel Baum of zo heet die gozer, Manuel Baum, is eruit geflikkerd wegen slechte prestaties en is Huub Stevens terug op het allerhoogste niveau. Allereerste wedstrijdje heeft hij al gehad. 0-1 verliezen thuis tegen Arminia Bielefeld. Dus ik hoop dat het in de toekomst beter gaat. Toch wel weer leuk. Ik vind het altijd wel vet dat soort gasten gewoon zoveel krediet hebben in Duitsland, dat ze zelfs na jaren niks presteren nog steeds naar voren geschoven worden. Ja, hij past in zo'n rijtje met in Engeland hebben we nu Sam Allardyce. Die hebben ze ook, Big Sam, hebben ze ook weer aan een baan geholpen. Dat is een soort groepje. Ja, maar dat zijn Engelsen in Engeland. Dit is gewoon Duitsland en die halen gewoon in Nederland. Huub Stevens is ook gewoon een Duitser. Okay. Ja, dat is zeker waar. Nou ja, dat is niet. Maar ik vind het ook wel ergens mooi, zo'n vertrouwen in zo'n man van zijn oude werkwijze. Die hebben we er. Zeker. Ik vind het altijd wel. De brandweerman. Ik voel dat hij gewoon de hele tijd dan al opgebaard in zo'n kast staat in dat stadion. En dat is dat gewoon niet één zo? Keer per zoveel jaar trekt ze er gewoon de kast op. Ja. Je met zo'n Swiffer over zijn hoofd en dan mag hij weer een halfjaartje. De Edward Sturing een beetje. Ik wilde zelf nog even, we zijn net bij ADO niet aan toegekomen, maar ik las slecht nieuws over ADO. Dan? Als het namelijk windkracht 8 of hoger is, dan mag er niet gevoetbald worden in het Carst Jean Stadion. Is dat zo? Ja. Dat ze is zouden namelijk dat moeten verlagen, gewoon bij elke windkracht. Het is namelijk gebouwd door dezelfde aannemer als het stadion van AZ. Oh jee. En bij windkracht 8 of hoger zijn zowel de tribune als het veld niet meer veilig. Ik weet niet, de hoek, vlaggen of zo, denk ik. Ik weet het niet. Maar dan gaan ze naar het AZ-stadion. Ja, dat denk ik, ja. Maar windkracht 8 of hoger, dan kan je dus dan waarschijnlijk is het dan bellen naar zo'n afgelastingenlijn van ADO. Weet je wel, dan krijg je zo'n bandje. Ja, en dan staat dan van alle wedstrijden zijn afgelast vandaag. Maar hoe vliegt het veld weg dan? Nee, ik weet niet of het hele veld weg vliegt of alleen plaggen. Het vliegt het tapijt van Mohamdi gewoon. Oh ja, hier komen we niet meer overheen. Oh, we gaan door. Ja, we helemaal afgefloten. Sparta-Groningen. Even kijken. Beide clubs hadden dezelfde tactiek voor het maken van doelpunten. En beide waren ze hier ook ontzettend bedreven in. De achterlijn halen, terugtrekken en binnenschuiven leek nog nooit zo makkelijk als in deze wedstrijd. Uiteindelijk trok de surround sound coaching van het duo Poldervaart-Buijs de winst over de streep voor FC Groningen. Aan de hand van de huilende doelpuntenmaker Strand Larsen klimt de ploeg stilletjes toch al op naar de 5e plek op de ranglijst. Pep, jij hebt een Danny Buijs nodig in je leven. Ja, nou niet per se nodig, maar ik denk dat iedereen een Danny Buijs in zijn leven kan gebruiken. Want ik denk dat het niet zozeer specifiek voetbal is waar hij goed in is, maar hij maakt gewoon letterlijk iedereen beter. Die man is zo gedreven en zo fanatiek. En bij heel veel trainers heb ik vaak het idee dat het een act is. Dat ze zo. Maar bij hem is het act. Maar het is acte ja. Bij hem. Nee, maar ik geloof dus echt dat die spelers gewoon voor hem door het vuur gaan. Omdat ze gewoon geloven dat hij oprecht met zijn hele hart wil en moet winnen. Ja. Ik denk dat hij dat voor alles, dat hij mijn coach voor mijn werk, dat ook geweldig gaat. Maar ik heb dat gevoel dus ook, dat hij echt is. Maar hoe komt dat dan, dat wij dat gevoel hebben bij hem? Zijn er zo weinig echte mensen in de voetballerij, dat op het moment dat er iemand echt is, dat iedereen gelijk denkt, help, die man is echt? Ik heb bij trainers wel vaak het idee dat het een act is. Ik las dat vandaag, dat hij elke wedstrijd, als hij na de wedstrijd wordt geïnterviewd, krijgt hij eerst een smintje van de verslaggever van, weet ik, Dagblad van het Noorden of zo. Omdat hij dus altijd zo schor is na de wedstrijd, dat hij anders niet kan praten. Dus hij moet zijn keel smeren daarna. Ja. Maar hij maakt je dus overal in beter, Pep. Als jij één zaak in je leven zou mogen laten coachen door Danny Buijs, wat zou het dan zijn? Poh. Seksleven? Kom op, Pep! Ja. Stop hem erin! Diep! Ik wil dat nog wel heel eventjes voordat we helemaal wegzakken hebben over een moment aan het eind van de wedstrijd. Danny Buijs staat aan de ene kant van het veld. En Adrie Poldervaart heeft een geniale ingeving. Die loopt om het veld heen naar de andere kant van het veld en begint ongeveer op dezelfde lijn. Begint hij naar de andere kant van de verdediging ook heel hard te schreeuwen om te coachen. Dus zij hebben een soort surround sound Sonos coaching bij FC Groningen. Waar je dus door de assistent en de coach van beide kanten van het veld gewoon helemaal kapot Het was van korte duur, want er is dus verder dat hele stadion is leeg. Dus hij dacht ook, loop even, ik maak even het rondje. Maar werd vervolgens door een steward werd hij weer teruggestuurd naar de dugout. Dus het was een hele treurige actie. Maar dit is toch ziek raar, want je zou het toch verwachten met fans, want dan kan je spelers niet bereiken. Het is niet dat er nu heel veel lawaai van de tribunes afkwam. Nee, maar blijkbaar stond er iemand, het is al warmer dan wel geweest zijn op linksback, die stond ongelooflijk te schutteren waarschijnlijk. Maar dat of toch... ze wilden die... Warmerdam en dan sta je, denk je ook... Oh, nee, Warmerdam was daar natuurlijk. Van Hintem, denk ik, dan op links. Die stond daar te schutteren, denk ik. En dan dacht hij waarschijnlijk, oh lekker, ik sta ver van Danny af. Ik kan een beetje freewheelen. En dan komt in één keer Adrie die kant op. Die ziet hem al komen. En Adrie is toch ook een beetje nog wel die hoofdcoach in zijn hoofd. Zeker. Hè? Ja, ja, ja. Maar ik vind het wel echt een heerlijk duo. Het is een schitterend duo. Bevlogen duo. Het is jammer dat ze niet meer samenwonen, want zouden ze weer moeten gaan doen.
Dan gaan we door naar VVV tegen Twente in Venlo. Ook wel het duel tegen Giacomakis en Danilo. Het duel der topschutters werd beslecht in het voordeel van de Braziliaan, die weer eens met Czerny op zijn tandem was gestapt. Na de 1-0 en een karrevracht aan kansen was een ouderwets gepruts in de verdediging van VVV voor nodig, voordat Ilic mooi de 2-0 binnenschoot. VVV deed nog wel iets terug via Lindhorst, maar Hans de Koning was realistisch en zei dat VVV nog een dag door had kunnen spelen zonder te winnen. Tim, bewijst FC Twente hier hoe belangrijk een klik in het veld is? Ja, Danilo en Czerny, hè? Die stijgen volgens mij allebei boven zichzelf uit. Czerny heeft jaren niet gepresteerd onder welke trainer en welk team dan ook. En dan nu dus wel. Ik heb aan het begin van het seizoen gezegd, Twente gaat degraderen, of min of meer, die gaan degradatie play-offs spelen, omdat het een bij elkaar geraapt zootje was. Nou ging ik even kijken van hoe kan het nou dat Danilo en Czerny zo goed op elkaar ingespeeld zijn en elkaar zo goed lijken aan te voelen. Dat kan alleen bij een club waar aan het begin van het seizoen het team nog niet stond. Want zij zijn nu echt in één keer de twee leiders heel snel geworden. Je wordt heel belangrijk gemaakt. Precies. Ja. En ze hebben samen al een half seizoen gespeeld in Jong Ajax. Dus zij hoeven eigenlijk helemaal niet meer aan elkaar te wennen. Ze hebben daar al exact dit gedaan. Assist geven op elkaar, scoren. Dus normaal gesproken heb je een half seizoen misschien iets langer nodig om aan elkaar te wennen. Hadden zij al gedaan. Mm-hmm. Ze kenden elkaar al. En dat was me even ontschoten. Dus ik heb iets te snel geoordeeld aan het begin van het seizoen. Maar ik denk dus dat die teamgeest, dat die twee gasten, ja, dat is gewoon goud waard nu. Ja, ja, er zijn wel meer duo's die een half jaar samenspelen waarbij het niet lukt. Maar jij en Henk Vos. Ja, nee, maar ik vind het ook inderdaad indrukwekkend. Ja, maar het heeft ook te maken met dat het team helemaal niet stond aan het begin van het jaar. Want dan... En zijn allemaal nog wel leergierig ook. Zijn Danilo na de wedstrijd was heel ontevreden. Maar we kunnen dit ook eigenlijk, elke week kunnen we dit verhaal ophouden. Hè? Want het blijft gewoon goed gaan. Ja. Jans heeft het goed op de rit. De jongens blijven goed spelen, zijn gretig, zijn vrolijk. VVV was ook niks, hè? VVV is weinig, nee. Maar leuk om te zien, Twente. Ja, dat vind ik ook leuk. En Jaden Oosterwolde, dat is een van jouw persoonlijke favorieten. Ja, hij is best goed, hoor. Hij is leuk, ja. Hij heeft nog een gevaarlijk schotje ook weer. Hij komt goed op. De volgende keer wil ik graag een ode aan Oosterwolde. Een gedicht. Een gedicht? Een gedicht. AABB of ABAB? Ga ik overdenken. Okay, of een haiku is ook leuk. Ja, leuk. Wij gaan naar het stadion waar ADO naar uitwijkt als het stadion bij hun gesloten is. En wij gaan naar AZ tegen Willem II. Twee ploegen in zwaar weer die in Alkmaar spelen. Dat is meestal geen goede combinatie. Leuk. Het zat Willem II, dat is een grap van Gijs trouwens. Het zat Willem II niet tegen in de beginfase. En zij kwamen dan ook snel op een voorsprong van 2-0 door een eigen doelpunt en een penalty. Maar aan de hand van aanvoerder en leider Teun Koopmeijner speelde AZ zich daarna makkelijk voorbij de Tilburgers met goed spel. Het werd uiteindelijk 5-2. Een eindstand waardoor Adrie Koster zijn haargordijn graag weer dicht zou willen trekken. Tim, die teksten worden echt steeds beter. Ja, wat moeten onze luisteraars nou vinden van Teun Koopmeijners? Een leuke middenvelder voor AZ. That's it? Ik vind hem te traag. Hij zou misschien nog in de top van de Eredivisie kunnen spelen. Kijk, ik vind het leuk aan Koopmeijners dat hij zowel defensief als offensief waarde heeft. Dan ben je dus redelijk een complete middenvelder. Waar het niet dat hij fysiek gewoon niet klaar is voor het snelwegvoetbal in de Premier League of de Bundesliga. Dus daar zie ik hem niet. Hij zou misschien in Spanje als een luie nummer 6 bij Real Betis of zo kunnen spelen. Maar ja, voor AZ is het een hartstikke goede speler. Ja, en ik wil ook nog wel even benoemd hebben. Wat vinden jullie ervan? Nou, ik ben de afgelopen week dus heel erg onder de indruk. Ik vind het zowel in de pers rondom het weggaan van Slot, vind ik hem heel volwassen. Aan het begin van het jaar hebben we hem best wel door de mangel gehaald door te zeggen dat hij op het moment dat het fout gaat niet de beste voetballer van het team is. Dus dat je dan als aanvoerder niks meer aan hem hebt. Ik vind hem nu op het veld eigenlijk al een paar weken de allerbeste. Vandaag scoort hij 2 keer. Geeft hij een assist. En geeft hij daarna nog een penalty aan Carlson op het moment dat de jongen vertrouwen nodig heeft. Ja, waar we ooit bij Tadic heel erg over geklaagd hebben. Maar bij Koopmeijners vind ik het wel. Ja, maar dit is serieus een beetje dat verhaal. Danny Buijs is echt. Koopmeijners is ook wel echt. Weet je, Tadic doet het omdat hij inderdaad Huntelaar-achtig wil zijn. We hadden het er net over. Nee, maar Snij, hij doet het ook al een paar jaar gewoon heel goed bij AZ. Mm-hmm. En ik vind het ook niet gek dat hij nu gewoon uiteindelijk uitgegroeid is tot een van de beste spelers. Ja. Maar deze week vooral belangrijk, ook buiten het veld, vind ik echt mooi om te zien. Echt een jonge jongen nog, maar een volwaardig leider van de groep. Maar Tim tempert onze verwachtingen. Hij moet het niet te hoog in zijn bol krijgen. Niet te hoog in zijn bol. Gewoon nog even zo door blijven. Dan wil ik nog heel even kort. Pepijn, kan Stengs op 10 ook de top halen? Nee, daar vind ik het toch net iets allemaal iets te lang voor duren, heb ik het idee. Ik zie hem graag op de buitenkant. En hij dankte de trainer, hè, omdat die had hem geadviseerd dat hij vaker moest kappen. Ja, ik vond het maar zo ik denk dat hij bedoelde in het veld te kappen, dus niet gewoon kappen. Ja, maar hij doet toch ook een soort van, los van je slecht gelande woordgrap, doet hij dat toch ook gewoon? Nee, dat is niet. Ik ga hem ook niet uit. Hij doet niet anders. Nee, dat idee heb ik ook. Hoeveel vaker moet hij nog gaan kappen? Maar het was wel weer fijn om te zien dat hij
Hij komt er wel weer een beetje in. Hij raakt weer een beetje in vorm. Bovendien raakt er in vorm. Heel AZ was ze. Dit was echt weer het ouderwetse AZ wat we zagen. Ook weer fijn om te zien. Ook weer een jong team, Twente-achtige voetbal op de mat. We waren bijna vergeten dat AZ zo goed was. Okay. Tim, je mag je boekje erbij pakken. Of iemand dit nou weten wil. Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een weetje voor je mee. Een digitaal weetje. Een digitaal weetje. Het gaat over voetbalmanager. Leuk. Ik speel dat weer als nimmer tevoren. Ik ben NEC en het gaat echt heel erg goed. Dat is niet het weetje trouwens. Oké, dan gaan we door. Je hebt dus op voetbalmanager, daar kan je dus als je heel lang bij een club zit, kan je een zoon krijgen. Dus stel je bent als trainer 15 jaar bij een club, dan kan er elk jaar komen de jeugdspelers door. Die heeft dan iemand jouw naam en dan staat er favoriet personeel. En dan staat er jouw naam, omdat het dan papa je zoon is. Staat er. Exact. Nou, is er een Reddit. Reddit ken je wel, die website. Nee, die hebben ook zo'n voetbalmanager, zo'n sub. Hartstikke leuk. En er was dus een gozer en die zei... creepy thing is that I got a voetbalmanager son. The same name as I want to give to my son. Ja, dat is een beetje slechte zin. Maar voetbalmanager had dus een naam gegeven. En die heeft hij later ook als kind gegeven, want hij wilde dat al. Fucking ziek. En nu, maar het wordt nog veel zieker. Deze moet ik wel echt even voorlezen. Nee, ga ik niet voorlezen. Met wie praat je? Met jezelf. Oké, er is dus een jongen die eronder reageert dat een voetbalmanager... Hij had ook een zoon gekregen die dezelfde naam had als zijn oom... die zelfmoord had gepleegd omdat hij er niet in was geslaagd... om zijn droom in vervulling te laten gaan om prof te worden. Dat is heftig. Dat is echt wel heel erg ziek. Ja. Hoe heet jouw zoon op voetbalmanager? Of heb je ik dit? Heb absoluut nog geen zoon. Ik zit pas in mijn vierde seizoen. Dat zou heel vroeg zijn. Nee, dus dat, even een klein voetbalmanager weetje. Voetbalmanager weetjes mogen altijd. Leuk. Pepijn heeft geoordeeld. Het was leuk. Wij gaan door naar Heerenveen. Heerenveen krijgt na 4 gelijke spelen Heracles thuis op bezoek, dat zelf 1 punt uit de afgelopen 5 wedstrijden haalde. Een ideaal moment voor de Vriezen om matig te spelen en met 2-1 te verliezen. Gelukkig zorgde Bosniewicz er bij mij in ieder geval nog voor dat ik kon lachen aan het eind van de wedstrijd door echt ordinair na te schoppen, alsof het de vierde klasse reserve was. Heb ik enorm van genoten. Pepijn, ik wil graag van jou weten, hoe maakte jij het vroeger goed als je te laat kwam bij voetbal? Ik wou zeggen, maakte ook een doelpunt dan, maar dat deed ik niet zo heel vaak. Maar zo had ik het wel goed willen maken. Nee, jij doelt op het interview, daar de wedstrijd van de Burgzorg was het. Burgzorg, ja. Ja, die gaf nogal lacherig toe dat hij te laat was gekomen en dat hij het team bedankt had voor het vertrouwen, want hij had geen sanctie gekregen en hij had gescoord en daarmee wilde hij het goed maken. Maar het allermooiste hieraan was, wat Gert-Jan Verbeek deed deze wedstrijd, en die was woest. Die was echt... woest hierover. Een stoom uit zijn oren. Wat een koekenbakker. Ja, echt. Maar Verbeek is ook een beetje het type trainer die ook heel graag die harde rol op zich neemt. Zeker. Eigenlijk wat Danny Buijs echt is, bij Verbeek heb ik soms ook wat idee dat hij het extra benadrukt. En dat deed hij hier ook. Dus dat was eigenlijk het hoogtepunt van de wedstrijd. Dat was de reactie van Gert-Jan Verbeek. Ik vond het ook een slecht interview hoor. Maar ik dacht toen Gert-Jan Verbeek in beeld kwam, dacht ik wel, dit was ook wel de allerslechtste analist die ze op dit moment hier neemt. Ik vond het zo onschuldig dat hij gewoon toegaf dat hij heel vaak te laat was. Ik denk, waarom zou je het in godsnaam zeggen in je interview? Maar goed. Voor de rest is dit een matige wedstrijd. Dus wil ik graag doorgaan naar de volgende enorm matige wedstrijd in mijn optiek. Dat is namelijk FC Utrecht tegen Fortuna eindigde in 1-1. De Ulte-trein stopte dit weekend op Utrecht Centraal tegen de plaatselijke FC. Waar derde keeper Ulschlegel zo onbekend is. Ja. Dat ze zelfs het niet voor elkaar kregen om zijn naam goed op zijn shirt te zetten. Goed hè. 2 letters vergaten ze. De ontketende ploeg uit Sittard haalde knap een punt mee uit Utrecht in de trein. Een goal van het complementaire spitsen duo Kerk-Mahie. Ja. Die kent ze niet. Was niet genoeg om de treffer van Polter te overtreffen. 1-1 uitslag. Tim, hoe zit Frans van Seumeren erbij? Sowieso warmpjes. Ja. Sowieso. Die houdt de kachel brandend met briefjes van 500. Ik denk dat hij voorafgaand aan dit seizoen wel echt wel had gedacht veel verder te zijn dan waar ze nu staan. Gelijk spel thuis tegen Fortuna. Gozer... Utrecht heeft eigenlijk nog niet 1 wedstrijd in de eerste seizoen zelf waarvan ik dacht, dit is echt een verrassend goede uitslag. Het is allemaal oké of minder. Ja. En dan John van der Brom weg. Nu zitten ze met een trainer die is oké en minder. René Haken, ik vind dat echt niets bijzonders. Wanneer, kijk, als je nou echt ambities hebt... De top. De aanval op de top. Als je nou echt ambities hebt, pak dan een grote trainer.
Nu? Ja, nou, gewoon zo snel mogelijk. Ja, maar hadden ze meteen moeten doen als Nijpels. Dat is mijn vervolgvraag. Zou jij nu, als je van Seumeren was, zou je dan nu inderdaad voor Van Bommel Snijder gaan? Of zou je zeggen, laat Renéetje daar maar zitten tot de zomer en dan gaan we dan een grote vis vangen? Ik zou gewoon lekker Van Bommel Snijder doen. En dit dan gebeurt ook wel de switch. Dan gebeurt er gewoon nog wat in die club. Nu sukkelt het voort, weet je wel. Dat is allemaal net niks. Je moet gewoon, ja. Het is altijd zo gevaarlijk, hè, om dan zo'n aanval op de top, om dat uit te spreken. Ja, dat is iedereen denkt gewoon in Nederland altijd gelijk terug aan dat Vitesse-moment. Ja, maar ik vind het ook cool dat ze het wel doen. Dat ze het wel zeggen. Want er zijn natuurlijk ook heel veel clubs die zeggen, ja, we willen niet degraderen, dan worden ze derde, weet je wel. Ik bedoel, allemaal van dat is allemaal heel fijn. Ik vind het wel echt leuk. Het is gewoon het is onveilig. Dat vind ik leuk. Het brengt wat. Het zorgt ervoor ook dat je op een andere manier naar die club gaat kijken en daardoor op een andere manier naar het voetbal gaat kijken. Dus je hebt altijd van die rare dingen wel nodig. Je bent kritischer daardoor en daardoor moet ze beter presteren. Ja, nou, oké. Dus het is iets goed. Ik vind Van Bommel Snijder goed passen bij de ambities die Utrecht heeft. En René Haken past in mijn optiek niet heel erg bij de top aanvallen. Nee. Past prima bij Helmond Sport. Ja, ik weet niet of ze dat bij Helmond Sport met je eens zijn. Heb je daar niet gevoetbald? Ik zal ze eens bellen. Ja, precies. Jij kent daar nog wel iemand. Wij gaan door naar de laatste wedstrijd van deze speelronde. Dat is namelijk PEC Zwolle tegen FC Emmen. Dit is echt een kraker voor het eind, hoor. Echt serieus. Anko Jans gaf na de wedstrijd zelfs aan dat hij deze wedstrijd op tv nooit helemaal had afgekeken. Op een veld waar de gemiddelde kudde koeien zijn snuit voor ophaalde, speelde PEC Zwolle en Emmen de allerslechtste wedstrijd van het jaar, volgens mij. Ik heb Gijs gevraagd naar een reactie en die zegt dat het bij Emmen al misgaat bij dat ze niet de juiste poppetjes op de juiste plek zetten. Dus bij Emmen is het nog steeds gewoon fantastisch. Daar gaat het helemaal goed. Pepijn? Ze hebben nog steeds niet gewonnen. Maar voor alle teleurgestelde kijkers van de vrijdagavondwedstrijd, Pepijn, jij hebt de oplossing voor dit probleem. Wat is dit nou voor regel? Ja, er werd mij gevraagd of ik een keer over een regeltje na kon denken voor deze rubriek. En het borduurt een beetje voort op de opmerking van Anko Jansen na de wedstrijd, dat hij de wedstrijd zelf niet had uitgekeken. Toen dacht ik, misschien moet je clubs gaan bestraffen om het voetbal attractiever te maken. Dat je gaat kijken naar de kijkcijfers en hoeveel, want ze kunnen kijken hoeveel mensen tijdens de wedstrijd wegzetten. Ja, 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 ja. En dat je dat gaat bestraffen, gewoon in punten in mindering brengen. Ik zit nog een beetje na te denken over de exacte uitwerking. Ja, maar kan je niet gewoon dan doen dat, stel er kijken 100.000 mensen, dat als het onder de 50.000 zakt, dat gewoon de stadionlicht uitgaan? Ja. Gewoon klaar, gaan we naar huis. Het boeit blijkbaar echt niemand. Nee. Ja, dat is wel een goeie. Dat is dan ook de uitslag, toch? Nee, allebei een minpunt dan. Nee, maar oké. Weet je, het is net op het moment dat de 50.000ste wegzet, dat het dan gewoon klaar is. Ja, dat is zo'n soort talentshow heb je ook wel eens, dat je 3 van die rode kruisen krijgt en dan ben je weg. Ja, maar ik wil dus dan ook de hele tijd op die schermen zien hoeveel mensen er kijken. Zodat ze ook trucjes en zo. Maar dan zou dus elke club een Tanane in de selectie hebben. Ja, zeker. Ja, dat is wel echt een goeie. ESPN, ze zijn bezig met een hele brandingcampagne. Nou, neem het mee. Voor in januari. Ja. Ze luisteren vast. Ja, dat denk ik ook al. Dus ze nemen het mee, denk ik. Wij gaan door naar het allerlaatste rubriekje van deze. Het allerlaatste rubriekje voor Scorito, bedoel je? Voor, ja, zeker. Jouw favoriet, hè? Wil je hem doen deze week? Nee. Oh. Hallo fans, wie gaat er zinnen? Wie is Tom? Tommy Beugelsdijk neemt ons mee naar Fantalk. De eerste vraag, Pepijn, is voor jou. Duco Verhaar wil graag weten wat jij het mooiste en wat je het lelijkste shirt vindt in de Eredivisie dit jaar. Oeh. Nou, het mooiste, dat denk ik dat Tim en ik het eens zijn, toch? Ik laat even aan de kijkers thuis de kleur van mijn telefoon zien. Het uitshirt van ADO. Dat is een schitterend shirt. Dat is een prachtig shirt. En het lelijkste is denk ik, dan zou ik zeggen, het uitshirt van Sparta. Raad jij mij nou na, jongen? Is dat schaakbord? Nee, dat is dat is een beetje keepers nu. Het is echt tering lelijk. Ja, een keepers nu. Ja, precies. Ja, uitshirt van Sparta het lelijkste, uitshirt van ADO het mooist. Nou, ik denk dat ik het thuisshirt van Sparta vind ik wel altijd zo erg mooi, hoor. Ja, die witte en die rode banen. Willem II thuis, prachtig. Ja, Willem II, mag je dit jaar niet steunen, dat gaat te slecht voor. Daarom. Kun je niet meer thuiskomen. Ja, hebben we nog gevraagd? Pepijn wijst naar het Willem II shirt op tafel. Dat is heel ongemakkelijk voor mensen die luisteren. We hebben zeker nog een vraag, Tim. Mm-hmm. I can be your freak. Wil namelijk. Maar hebben we nog een vraag, Stefan? Dit was even een opmerking tussendoor. Maar die heeft blijkbaar ook nog een moment op de dag dat hij niet naar ons luistert. Ja. En die wil graag podcasttips. Zo. Wat luister jij graag? Ik luister graag naar podcasts over media. Mm-hmm. Ik luister graag naar Football Weekly. Leuk, ja. Ik luister wel eens naar de Pak Schaal podcast. Ja. Vind ik ook leuk. Leuk. Ik luister wel eens naar de Dik voor Mekaar podcast. Leuk. Ook. En naar de Retteke Ted podcast. Ja. Okay. Nee, ik weet niet. Ik luister gewoon heel veel voetbalpodcast. En, even kijken, Bob.
Bob? De ja. Bob. Geef even een teaser van 10 seconden. Wat, Oma is dement. Nee, over die podcast. Oké, okay, het zijn een aantal Belgische journalisten gaan op zoek naar een naam, naar iemand. Omdat een omaatje het heet zijn naam zegt. Bob, 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 Bob. Daar heb ik er nog eentje ook in de verhaal. In de verhaalhoek, De Laatste Dans. Over een verdwenen man in Roermond. Waar gebeurt het verhaal? Oh ja. Ontzettend spannend. Toch weer een beetje de crime, hè? Ja, ja, precies. Ik zit er lekker in. Nou, mooi zo. Mochten mensen dan nog heel erg van weetjes houden, net als ik heel erg van weetjes houd, dan heb je No Such Thing as a Fish. Dat zijn allemaal gewoon eigenlijk zieke nerds uit Engeland die 40 minuten weetjes aan elkaar praten. Leuk. Tim, je klinkt niet enthousiast. Nee, ja, maar dat zijn allemaal weetjes die we zeker wel willen weten dan. Ja oké, okay, daarom. Het steekt jou. Ja, dat is echt irritant. Okay. Dan, omdat Gijs anders boos wordt, neem ik jullie nog heel even snel mee naar de eindstand van de Scorito Pool. De winnaar van dit weekend is Flip Flipsen. Ik hoop zo erg dat dit diegene zijn echte naam is. Die is geëindigd met 1324 punten, waarvan 468 door Teun Koopmijners werden binnengeschoten. Dus hij is misschien alleen maar goed genoeg voor AZ, maar hij helpt je wel in je Scorito Pool. Zekers. Oké. Okay. Jongens, dit was het voor deze week. Goed gedaan, Snijbo. Vond je het leuk om te doen? Ik vind het wel leuk om te doen. Mm. Maar ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Wat dan? Het goede nieuws is, wij zijn er heel snel alweer. Want er is een doordeweek speelronde in de Eredivisie. Ach, jezus. Dinsdag, ja, wist het nog niet. Dinsdag en woensdag wordt er gevoetbald. Dat betekent dat wij woensdagavond hier weer plaatsnemen om op te nemen. En woensdagavond laat of donderdagochtend alweer in jullie podcast-app te vinden zijn. Mochten jullie ons in die 2 dagen dat we er niet zijn nou zo erg missen, kun je ons altijd even opzoeken op Instagram, Twitter, op YouTube of op straat. Dat is het. Gijs zit hier weer op zijn vertrouwde plekje woensdag. Ik vond het leuk om te doen, maar ik ga het graag weer op mijn eigen plekje zitten volgende keer. En ik wens jullie allemaal een fijne week. Stop even met je kutvragen alsjeblieft. Maarten, wil jij nou nog een abonnement voor de derde helft YouTube of hoe zit het? Ja, de laatste behoefte die ik heb. Doom,